Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag en het is inmiddels al 11:30. Ahmed is even boodschappen aan het doen en ik heb me nog steeds niet opgefrist. Ik wacht even tot hij terugkomt. Ik heb wel een superleuk pakketje gekregen van The Candy Quarter met een heel lief kaartje. Echt vet mooie handschrift ook. Met Japans-Amerikaanse snacks. Echt heel benieuwd naar. Het ziet er zo lekker uit. En ik wil heel graag kijken of ik Ahmed kan overtuigen om een mukbang op te nemen. Dat zou ik heel leuk vinden. Oh, dat is de tuindeur. Maar ja, duimpje omhoog voor een mukbang, jongens. En hopelijk kunnen we Ahmed overtuigen om dat op te nemen. Yummy. Of nou, ik weet niet of dit yummy is trouwens. Wat is het? Je zou denken dat wij hier 6 man moeten voeden. Zo lekker ontbijt dit. Nieuwe gietijzeren pan. In je nieuwe gietijzeren pan, schat. Het gekookte eieren. Overal had ik ei. Zuiden salade. Oh ja, dit is heel lekker trouwens. Dit is oude kaas. Dit is kip samba. Soort van. Maar jij bent het allerlekkerst. Roodje dek. Weer heerlijkheid, een salade van natuurlijk Ahmed, lekkere stokbroodjes met een soort guacamole. En ik weet niet wat die kip is, maar het ziet er ook lekker uit. En mijn zusje heeft me de hele dag geholpen. Thanks beautiful Sissy. You're welcome sis. Fuck, een kleine slaap, het duurde zo lang voordat hij sliep. Ik ga even snel mijn haar doen, zodat ik dat morgen niet hoef te doen. Ik heb vandaag letterlijk niks gedaan met het mooie weer, alleen maar het huis opgeruimd. En mijn zusje heeft zo goed geholpen. Soms denk ik echt dat ik ADD heb. Zij is zo snel, werkt zo systematisch, echt niet normaal, super fijn. Iets waar ik 2 dagen over doe, die is gewoon binnen een half uurtje gedaan. Ik ga even snel met Dyson, waar is die nou niet meer? Als ik mijn haar dus niet gelijk gefeund heb na het wassen. Ja, meestal baal ik dan omdat het nooit meer zo mooi zit als je het weer gaat feunen. Weet je, als je het nat maakt en gaat feunen. Bij deze delta vind ik het nog wel mooi. Wel een beetje plat, maar ja, het is wat het is. Snel dit was. Morgen moet ik naar Amsterdam om Monica weer op te maken. Voor, ja, voor haar in ieder geval superleuk, een leuk event. En, maar het wordt niet normaal warm. Ik denk, shit, ik heb mijn benen moeten scheren. Kan ik zo nog even doen. Ik heb trouwens echt niet veel beenhaar, moet ik zeggen. Alles, al het haar zit in mijn snor, denk ik altijd. Maar voor de rest ben ik eigenlijk... valt het heel erg mee hoe behaard ik ben. Ik snap ook niet waarom het interessant is om te delen, maar... Oh ja, en ik ga jullie op de hoogte houden van de Sisley kuur, zeg maar. Ik vind wel dat het echt erger wordt. En ik vraag me af wanneer het dan soort van stopt. Wanneer komt het op een stoppunt als ik nog steeds borstvoeding geef? Morgen wordt het gewoon 26 graden. En ik denk, wat moet je in godsnaam aan? Ik weet echt even niet meer hoe je je kleedt als het zo warm is. Of hoe je überhaupt leuk kleedt. Want 1, corona. En 2, ik was ook nog eens hartstikke zwanger in coronatijd. Dus ik weet dubbel zo. Ik heb dubbel geen idee. Hoe het leven ook alweer was. Dus het leven was toen ook min 6 kilo. Goedemorgen. Ik ben weer in stress. As always. Kapsalon in de Jordaan. Adres. Ik ben hartstikke op tijd. Ik heb een half uur extra gerekend voor parkeren. Besef. Vorige keer had ik 20 minuten extra gerekend. En gerekend of berekend? En alsnog redde ik het niet. Ahmed heeft een heel lunchpakket gemaakt. Carpaccio broodje, croissantje, chudelans, fruit, besef. Het is echt niet normaal. Voor de mensen die het niet weten, hij is echt, echt altijd zo. Het is nu dat ik het vlog en dat ik het aan mensen laat zien. Dat ik zelf ook eigenlijk realiseer hoe niet normaal lief hij is. Maar hij is altijd zo zorgzaam geweest. En ik denk dat hij dat van zijn moeder heeft. Want zijn moeder is ook letterlijk zo super zorgzaam. En ik kom uit een gezin dat helemaal niet zorgzaam is of zo. Dus tenminste, mijn ouders ja, kan ze niet echt zorgzaam noemen. Misschien wel, nee, niet echt zorgzaam. Het echt voor je gezorgd wordt en zo. Dus als ik het heb, dan heb ik dat van hem geleerd. Ja, hij is wel echt next
level zorgzaam. Echt niet normaal. Ik was ineens schoon. Ga ik helemaal in mijn hoofd. Helemaal zeg maar het rijtje af wat ik allemaal moest meenemen. Maar ik heb alles bij me. Ik heb deze keer ook glitters bij me. Mo wilde ineens glitters. Ze wil nooit glitters. En ik dacht, shit, die heb ik niet bij me. Maar ik heb nu alle kleuren glitters mee. En we gaan haar weer helemaal glammen. Ik vind het echt leuk als ik meer mag doen dan alleen maar een natural glam, weet je wel. That's it. Oh ja, en ik zag een comment. Super lief. Ik vind het ook heel lief en leuk dat jullie Achmed ook zo lief vinden. Want hij is gewoon echt zoals hij is. Over de van koop gewoon die big green egg voor hem. Nou, dat heb ik dus gedaan. En eigenlijk was het bedoeld om het te kopen voor Vaderdag. En ik dacht, ja, weet je, hij sowieso zijn eerste Vaderdag. En Vaderdag heeft altijd, ja, heeft niet echt heeft een hele leuke betekenis voor hem gehad. En toen Roman 3 weken oud was, is zijn vader ook nog eens overleden. Dus ja, weet je, dus ik wil gewoon Vaderdag voor hem heel, heel positief maken. Dat hij dat associeert met altijd hele positieve dingen en met rouw en... Nou, niet dat ik denk dat een big green egg, weet je wel. Maar wel dat hij... Een barbecue is natuurlijk ook wel dat je gewoon herinneringen kan maken met vrienden. En hij houdt er gewoon van. Het is gewoon zijn hobby. Ja, dus hij heeft super lang in de keuken gewerkt. En dat zie je ook wel. Dus ik dacht, oké. Okay, freaking duur. Maar ik denk, ik haal hem gewoon. En dan is hij super happy. Maar blijkbaar, ik dacht dus dat ik vet goed kon acteren. Want meestal als hij iets wil kopen, dan reageer ik altijd een beetje ongeïnteresseerd. Zo van, ja, zo weer zo'n obsessie van hem, weet je wel. Dus ik dacht dat ik dat deed. En blijkbaar heeft hij me dus al die tijd doorgehad. Maar hij kent me ook niet normaal goed. Nog beter dan dat ik mezelf ken. En toen zei ik van, nou ja, weet je, als je het zo graag wil, dan haal je het op. Gewoon heel, weet je, vluchtig en nonchi. Dus ik dacht, nou, hij heeft helemaal niks door. En toen gingen we naar de Big Green, gingen we naar zo'n Green Egg Store. Gingen die weer eens kijken. Maar ik dacht natuurlijk, je moet hem niet voor jezelf halen. Dus hij zei, ja, ik vind het echt te duur. En hij is zo iemand die niks voor zichzelf koopt. Hij koopt niet eens kleding voor zichzelf. Dat moet ik echt doen. Hij is dan wel iemand die vet veel dure zagen en zo gaat halen. Iets waarvan je denkt, waar heb ik dit nou weer gehaald? Maar hij loopt 365 dagen in 3 t-shirts rond. Dat is dan ook wel weer typisch. Daar heeft hij er ook weer scheid aan. Nou ja, anyways. Ik dus helemaal zo plannen dat ik alles zou halen. En ik had hem advies gevraagd en zo. En toen zei hij dus blijkbaar... Ja, weet je wat het is? Die green egg. Ja, ik moet ook wel weten waar ik hem haal. Hè? Want sommige winkels krijg je dit en dat gratis erbij. En dat erbij. En dus waarvoor, waardoor ik dacht... Dus ik twijfelde een beetje of ik het wel goed had gedaan, zeg maar. Juist de winkel, juist de accessoires en zo. Dus ik draaide hem om en ik zei, niks is gratis in het leven, Achmed. Zo zei ik dat. Zoals ik altijd zou doen. En toen wist hij op dat moment dat ik hem had gehaald. Of dat ik hem wilde halen voor hem. En later zei hij, hij keek in de achteruit, keek spiegel. En ik zat achterin met Ro. Toen zei hij, ik heb jou wel door. En ik zei, wat dan? Met wat? Ik zei, wat wil je nou weer? Dus ik gewoon op mijn telefoon, zo van... Toen zei hij, ja, ik heb je wel door. En hij moest lachen, ja, dus ik moest ook lachen. En toen zei ik, ja, ik weet nog steeds niet waar je het over hebt. Hij zei, de green egg. En toen moest ik lachen. En toen zei hij, vandaag, ik twijfelde al die tijd, maar ik had vandaag bevestiging. Toen zei ik, hoezo, oh, ik heb vet goed geacteerd. Ik reageerde zoals altijd. En toen zei hij, op het moment dat je zei, niks is gratis in het leven, Achmed, betekende het dus dat je echt naar mij luisterde wat ik te zeggen had. Je bent er te veel bij dit gesprek. Kun je nagaan, fucking sneaky. Toen zei hij, wat vind je ervan dat ik jou zo goed ken? Ik zei, ik weet even niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Maar ik denk wel fijn, maar ook sneaky. En ook psycho. Nou ja, dus de green egg is besteld en die komt deze week. Voor de rest sliep Ro zo schattig vandaag. Zo schattig. Ik kan niet meer. Hij had gewoon... ik had hem in een t-shirt en een broekje laten slapen omdat het best wel warm is. En hoe heet dat? Dus hij sliep echt zo met zijn benen wijd, handen omhoog. Echt als een man sliep hij gewoon. Maar dan wel zo dicht tegen me aan. Oh, ik vond het zo schattig. En hij was niet eens wakker toen ik wegging. Dus daar baal ik van. Maar ja, ik zie hem straks alweer. Ik ga alleen maar opmaken en dan ga ik weer naar huis. Helemaal zo gestroomd. Ja, hè? I love it. Ik wil dit hoofd gewoon echt. Oké. Okay.
En Chico doet het haar. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en het is 10:30. Ik heb vandaag echt lekker geslapen. Ondanks dat hij wel 3 keer wakker werd, ging ik gewoon voeden en gelijk slapen, voeden en gelijk slapen. Alleen de laatste ronde wilde hij dan ineens niet in bed gelegd worden. Ik denk omdat hij dan iets meer wakker is en dus daardoor ook wat bewuster is. Ik heb vandaag mijn inhanden ingesmeerd met sisalolie. Ik moet wel zeggen dat het is een serum, maar het voelt wel olieig. Dus het is wel irritant als je het om de dag moet smeren. Maar je krijgt dus wel vet haar. En als ik ergens niet tegen kan, is vet haar of vet uitziend haar. En ik werd vandaag wakker. Ik denk, ik ga het gewoon gooien in de vlog, zodat ik ook niet snel weer terug kan. Nou ja, boeit me eigenlijk niet. Ik werd vandaag wakker en ik merkte gisteravond dat ik in de avond toen ik thuis was, dat ik best wel hard voor mezelf was als in, ik had weer Mac gegeten. En daarna dacht ik gewoon, gadverdamme. Niet eens zozeer Mac, maar gewoon dat ik mezelf niet onder controle had. En ik vind dat gewoon, ja, het is menselijk, maar ja, aan de ene kant, ik ben ook gewoon 30. Ik moet gewoon verantwoordelijker zijn en gewoon dat gedeelte kunnen beheersen. Maar ik denk dus dat alles neerkomt op een goede relatie hebben met eten. En ik was vorig jaar, net voordat ik zwanger was, eigenlijk supergoed bezig. Want ik had toen echt een soort ander, dat boek, hoe heet dat nou? Creating New Habits of zo. The Art of Making New Habits, zoiets. Supermooi boek. En dat gaat over dat je niet gaat diëten en zo. Dat je eigenlijk niks verbiedt. Dus dat je niet zegt van, ik eet nooit meer Mac. Ik eet nooit meer chocola of wat dan ook. Want dat ga je toch wel doen. Maar dat je gewoon wat bewustere keuzes kan maken zonder dat je het gevoel hebt, of zonder dat je überhaupt eigenlijk op dieet bent. Ik heb dus ook helemaal niet gedieet vorig jaar. En toch was ik in 1 jaar wel langzaam, maar 6 à 7 kilo afgevallen. En dat was gewoon langzaam, maar dat was gewoon mijn compleet nieuwe patroon geworden. Mijn nieuwe levensstijl. Ik was niet op dieet. Ik at alles wat ik nog wilde. Mensen vroegen gewoon, hoe heb je dat gedaan? Ja, letterlijk alleen maar gewoon elke dag een beetje bewegen. Als ik niet naar de sportschool ging, ging ik gewoon wandelen. Een half uurtje zoiets. Of weet je, of gewoon flink het huis boenen en dat soort dingen. En gewoon een beetje op mijn eten letten. Ik ging het ook niet bijhouden. Ik viel ook wel gewoon mooi af. Ik zag er gewoon niet super strak en zo'n fit girl lichaam. Maar ik zag er wel gewoon goed uit. En dan nog vond ik mezelf te dik. Terwijl als ik nu naar die foto's kijk, denk ik echt, waar heb je het over? Het was echt prima. Dus dat wil ik nu weer soort van gaan doen. Ik werd wakker en ik dacht, ik ga niet meer negatief tegen mezelf praten. Want ik geloof dat als het ik geloof dat als je eigenlijk liefde hebt voor jezelf, dat je daar veel verder mee komt dan dat je jezelf gaat afkraken. Want zo krijg je geen motivatie en geen discipline. Dus ik ga gewoon wat bewustere keuzes maken. Lukt het een dag niet, is het oké. De volgende dag gewoon weer opnieuw. Gisteren heb ik wat pakketjes gekregen van Sunday Riley. Ik moet echt mijn nagels doen. Vitamine C serum. Maar hier stond op, of was dat niet? Nee, deze niet. De vitamine C serum. Retinol is dit, denk ik. Ik denk dat dit retinol is. Super anti-aging, als ik het goed heb. Retinol inderdaad, voor fijne lijntjes en rimpels. En dit was voor onder de ogen. Autocorrect. Volgens mij was dit ook voor kringen en fijne lijntjes en dat soort dingen. En deze, maar volgens mij mag ik deze niet gebruiken met borstvoeding. Ja, deze inderdaad. Mag dan waarschijnlijk niet met borstvoeding. Sowieso niet als je zwanger bent. Dan heb ik dit gekregen van Huda. Hier was ik super benieuwd naar. Dit is de Glowish. En het is niet echt een foundation, maar het is meer een tint. Ook niet echt een tint. Maar ja, een soort van tint moisturizer met mega veel glow. En ik had al zo'n product van Becca geprobeerd. Dat is echt mijn favoriet ever. Maar dit is een soort gelijk product. En ik testte het gisteren op mijn hand. Het zag er super mooi uit. Deze heb ik nog niet echt getest. Het zijn ook soort van bronzers met een glow. Ik ben zelf niet heel erg fan van bronzers. Bronzers met een glow. Omdat ik liever de bronzer en de highlighter apart gebruik dan in één. Maar goed, ik ga testen. Wat is dit eigenlijk? Rundvlees. Pittig rundvlees. Die eet je dan zo met je met brood. Dip je er zo in.
met paprika en ui. En? Maar dit is wel stoofvlees, toch? Ui, ja. Ja, je kan met lams maken, met rundvlees, met kalf. Very nice. Hey, liever. Zit jij zo gezellig in de tuin? Interessant, hè? Waar is die camera? Ik was trouwens helemaal vergeten om dit te laten zien van Natasha Denona. Met liquid blushes. Negeer Hello Kitty op achtergrond. En lip palette. Wacht daarvoor. Zo kan mooie kleuren. En als je een beetje groen-bruin oog hebt, zal deze kleur, deze kleur, heel mooi zijn. Als ik één merk mocht kiezen wat ik voor de rest van het leven moest gebruiken, dan is dat Natasha Denona. Echt nice. We hebben weer eens de lekkerste maaltijden door de husband. Salade met kip, avocado paprika en een Caesar saus en zijn beroemde kippensoep. Welke vlog zat ook alweer de kippensoep? Eerste. Eerste? Denk je? Eerste of tweede. Nou, anyway, staat er in de titel staat kippensoep recept. Dit is echt niet normaal lekker. Yummy. Ik weet niet of je Roman kan horen, maar het is zo warm. Vandaag ga ik gewoon niet in zijn eigen bedje slapen. En ik moet zeggen, mijn haar wordt super vettig van Sisley. Maar ja, het is dan maar zo. Ik heb liever dan vettig haar dat ik het vaker moet wassen dan dat het kaal wordt. Dus ik ga gewoon masker erin doen. En ik heb morgen een gezichtsbehandeling. Laat ik het gewoon de hele dag zitten. In de middag was ik het eruit. Ik doe nu gewoon die Van Ordinary erbij in. Maar ja, het nadeel hiervan is wel dat als het eenmaal werkt, ik denk hopelijk over 2-3 maanden dat ik echt verschil zie, dat als het werkt, dat ik natuurlijk niet weet of het aan de Sisley ligt of aan de Ordinary. Living on the edge. Zo. Een hele goede morgen. Het is vandaag. Wat voor dag is vandaag? Vrijdag. Ik heb een zacht gekookt eitje. Hij is bijna perfect. Maar ik vind het wel lekker dat het er niet zo eruit druipt. Hij is bijna perfect. Schat, volgende keer weten. Love you. Ja, en zoals altijd, een broodje carpaccio. Nou, hij is toch bijna perfect? Maar ik vind hem lekker zo. Hey, lieverd. Hey, schat. Hallo lieverd, heb je lekkere vetjes? Lekkere vetjes. Het is al inmiddels middag en ik ben onderweg naar een salon van Image Skincare. En ik heb, ik denk dat jullie allemaal Image wel kennen. Dit is trouwens de samenwerking Goals om vet lekker behandeld te worden. En het is een samenwerking. Maar ik heb Image wel vaker gebruikt en ik vond hun hyaluronzuur. Ik ben helemaal obsessed met hyaluron. Had ik gebruikt en die vond ik heel erg fijn. Maar ik krijg zoveel skincare producten. Soms denk ik echt dat ik nog wel meer huidverzorgingsproducten heb dan make-up. Make-up ben ik tegenwoordig heel selectief in geworden. En huidverzorging is nog dat ik het gewoon allemaal in een la doe. En ik kijk wel wanneer ik weer een nieuw serum nodig heb. Maar een lipstick wissel je natuurlijk veel vaker af dan dat je een heel nieuw serum hebt geopend. En dat je dat dan weer vervolgens niet meer gebruikt. Tenzij je het natuurlijk niet fijn vindt. Dus het is weer een tijdje geleden dat ik een product heb gebruikt. En even vet random. Maar je weet toch die Oatly havermelk? Waar iedereen zo gek op is. En die is ook heel lekker. Maar ik vind die van Alpro dus veel lekkerder. Even een unpopular opinion. Ik zal even een kleine before doen. Met een heerlijke onderkin. Ik gebruik dus een warme doek vanuit de magnetron. En dat doe ik omdat er een stammolecuul vrijkomt en die verweekt dan de dode huidcellen van je huid, waardoor de producten dan dieper in je huid trekken. Ja, ik nog herhalen. Ja, ik zie echt mega glow. Ja. Alleen al door reinigen. Ja. Nee, je ziet inderdaad echt de glow nu.
Door ja. Alleen de reiniging eigenlijk al. Dus een glycolzuur zorgt ervoor dat die ook gelijk de dode huidcellen van je huid afhaalt. Waardoor die gelijk inderdaad gewoon weer echt glanst. En al je producten worden nu ook weer beter opgenomen. En ga je bijvoorbeeld een reiniging, hè, de Ageless Cleanser, wat langer gebruiken. Zal je ook echt merken dat die huid gewoon sterker wordt. En dat die oneffenheden ook gewoon veel rustiger gaan worden. Ja. Dus dan ja, heb je een mooiere, egalere, glowy skin. Ja, en dat zijn ook die rode vlekken die je daar ziet. Ja, ja, kleine rode, ja. Hele kleine ontstekentjes. En je hebt hier ook wat adertjes zitten. En ja, dat is het dus. Ja, ik stelde haar net ook al van, ik heb niet echt last van echt dikke pukkels of zo. Maar ja, daarmee wil je nog niet zeggen dat je huid zo mooi egaal is, weet je wel. Ja, het heeft ook echt wel te maken met inderdaad ja, de adertjes, de haarvaatjes van je huid. En dan is het ook heel mooi om die dan sterker te maken, die wanden sterker te maken, waardoor die ook minder rood gaat worden. En dan ook egaler toont. Ja. Ja, heel mooi. Voelt al lekker. Ja, een beetje op voorhoofd. Goed zo. Ja. Is niet normaal. Ze heeft dus een heel klein beetje dagcrème gebruikt. Ken je die ook let? Ja, wacht. Oké. Okay. Heeft ze dus gemengd met de eye conceal van Image. Dit is prachtig, vooral voor de zomer. Als je niet zo'n dikke laag foundation wil. Dat is die. Ja. Dus een hydratatie voor je huid met gelijk groeifactor. En die meng ik dan met de eye conceal. Welke kleur heb je bij mij gebruikt? De Toffee Caramel. Ja, niet normaal mooi. Ik ben helemaal happy. Ja. Thank you. Graag gedaan. Nicole, jongens. In het rond. Ja. Ik ben inmiddels weer thuis. Ik zal even... Gordijnen. Ik wil het even koel houden vanuit die gordijnen. Maar mijn huid laten zien. Er zit wel een minimaal foundation gemengd met de dagcreme. Dus die zal ik morgen even... Ik zal morgen even eigenlijk beter het resultaat kunnen laten zien. Maar het is echt niet normaal. Ik hoop dat ik het goed zeg. Salicylzuur gebruik je dus voor meer... Voor als je een vettige, olige huid hebt. Olige, wauw. Dus ik dacht, zuur is gewoon hartstikke goed voor je huid. Maar ik heb dus geen vette huid, dus dat ik dat dus weet. En glycolzuur is dus wel heel goed en heel mooi... En heel glowy en weet ik veel wat allemaal. En ik heb een super schattig setje gekregen van Babu. Zo heet dat Instagrammerk B-A-B-U. Nou, dit vond ik echt te schattig. Ook allemaal 100% katoen. Ik wist helemaal niet dat ze dit hadden opgestuurd. Dus het is echt heel lief. Dit is zo ontzettend leuk. En dit is het tweede pakje. Ook heel schattig. Echt te cute. Ik ga even kijken of ze nog meer leuke dingen hebben. Maar dit pakje, dit is echt wel mijn fave. Super mooi dit. Zou ik zelf ook aan. Klein mannetje. Klein mannetje, ik mis jou zo, hè? Ja, als mama even weg is, dan mis je jou zo lekker. Ja. Wat wil jij zeggen? Ja. Ja. Ik was net bij mijn ouders, even gechilled in de tuin en klein licht op bed. En ik dacht dus, ik ga even de foundation die op mijn huid zat, ga ik even eraf halen. Om te kijken wat het met mijn huid heeft gedaan. Maar er zat bijna geen foundation op mijn huid. Dit was het. Wat is het even laten zien? Dus ik dacht dat ik best wel veel foundation op had, gemengd met de dagcreme, omdat mijn huid er zo goed uitzag. Dus ik ben zo in shock dat... Dit is gewoon nu al het resultaat is en het voelt zo plam en doorbloed. Echt niet normaal. Ik ga het zeker vaker doen.
Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag en ik heb eigenlijk niks bijzonders gedaan behalve dan heel veel knuffelen met deze. Hij is zo lief, echt erkend. Eerlijk, soms zie ik echt anders. Ik vind het zo irritant als sommige ouders hun kind helemaal gaan ophemelen, weet je wel. En vooral toen ik geen moeder was, vond ik het irritant. En nu doe ik het stiekem zelf thuis, zegt hij graag met, oh, wij hebben eigenlijk wel een hele chille baby. We beloofden om dat niet naast anderen te zeggen. Nou, in de vlog waar duizenden mensen naar kijken. Maar ik denk, oh mijn god, ja, ik vind dus echt dat wij, even afkloppen, echt een chille baby hebben. Gewoon alsof hij heel goed is in communiceren of zo. Ik weet niet, het lijkt alsof hij bijna nergens last van heeft. En als hij dat wel heeft, dan geeft hij het even aan. En that's it, zeg maar. Geen onnodig geschreeuw en gejank. Maar goed, afkloppen, wat weer bedoeld. En toen had ik deze staart in en ik zei tegen Ahmed, oh mijn god, ik lijk wel een 30-jarige moeder. En hij zei, ja, dat ben je ook. Dacht ik, fuck, na de zomer word ik dus 30. Dan ben ik dus echt een 30-jarige moeder waar ik al 10 jaar een grap over maak. Hi lieverd, wil jij ook wat zeggen? Nee? Oké. Okay. Het is tijd om dit allemaal op te ruimen, hè? Wat een bende weer. Hé, hey, zit Otje helemaal bij jouw oor? Mama gezelschap houden? En we eten weer. Hier had ik heel veel zin in. Pasta met champignon roomsaus. Dit is niet normaal lekker. Van het lijkt net alsof we elke week dit eten. Eten we ook elke week. Maar jongens, ik maak hier net een grapje over. Wat? Ik maak hier net een grapje over. Ik maar één pluk haar heb hangen aan mijn hoofd. Maar ik kan wel janken als ik dit zie. Ik hoor jou al zuchten. Het is vandaag zondag. En ik heb gisteren, dacht ik, me helemaal niet meer gevlogd. Maar ik ging dus met mijn zusje. Was echt een disaster. Ik ging dus even met mijn zusje de stad in. En ik dacht gisteren echt. Het werd me zo duidelijk. Ik dacht gisteren echt. Meid, het is tijd om te verhuizen. Het was 10 jaar geleden altijd om te verhuizen. Maar weet je, mijn zusje vroeg ook al, hoezo nu pas? Je bent bijna 30, dacht ik. Nou, dat klopt. Ik denk dat het komt omdat hiervoor hadden we natuurlijk niet echt verplichtingen. We leefden eigenlijk ook niet volgens een agenda. En we gingen gewoon op vakantie wanneer we wilden. Ja, ik was toch al niet zoveel hier. Ja, het enige wat ik hier deed was gewoon slapen en eten, zeg maar. Maar ja, goed, nu met een baby wil je toch wel vaker wandelen. Ga je toch... hij gaat op een gegeven moment naar school. Dus je kan niet meer zo impulsief zijn zoals je eerder was. En ik denk dat is dat ik nu in één keer bijna paniek krijg. Dat ik denk, gadver, ik moet hier weg. Ik moet hier echt weg. Nou jongens, ik denk echt dat dit een flutvlog wordt. Want ik voel... Ten eerste doe ik niks bijzonders. Ik zit hier eigenlijk alleen maar met de kleine die overigens vandaag kan draaien. Ik ben gewoon moe en letterlijk aan het niksen. Ach, we zijn weer heerlijk gebarbecued as always. Ik ben gewoon helemaal moe. Misschien komt het wel door... dat ik... in één keer mijn menstruatie of zo weer. Misschien zijn het de hormonen nu, maar ik ben gewoon dat ik heel moe ben. Weinig zin heb om überhaupt iets te ondernemen en ja. Hij schrok zich verrot. Nou, je hebt tenminste energie. Vandaag eten wij Iraans. Hoe noem je dat eigenlijk? Ding. Kebab kupida. Met super lekker Greek bread. Yummy. Nou, morgen nieuwe week. Ik heb er echt veel zin in gezien. Het weer en zo. En de zolder waar ik dus zeg maar filmpjes opneem is grotendeels ook opgeruimd. Maar ik moet nog even alles sorteren. Maar ik laat het allemaal in... de weekvlog van volgende week zien. Dan kunnen jullie misschien ook een beetje mijn make-up stijl zien. Mocht je het leuk vinden. Maar ja, voor de rest vind ik dit echt, denk ik, wel de meest suffe vlog die ik heb gemaakt. Maar ja, sorry. Because ik voel me gewoon ook echt suf. En ik denk dat mijn
Ik denk gewoon dat het echt hormonen zijn en dat die echt aan het veranderen zijn. Het is wel grappig, want ik word steeds meer verliefd op mijn zoontje, zeg maar. En ik wen steeds meer aan momlife, zeg maar. Maar ergens is het ook wel heel erg zoeken nog naar een balans tussen wie je nu bent en wie je was of zo. Ja, ik weet het niet. Soms is dat best wel gek. Dan denk ik, het is gewoon apart even wennen. Dus ik hoop volgende week op een wat gezelligere vlog. En ik wil eigenlijk ook veel meer delen als in beauty en skincare en dingen die ik zelf echt interessant vind. En ik heb het idee dat ik dat tot nu toe nog niet echt heb kunnen doen. Terwijl ik wel heel veel te delen heb, snap je? Ik hoop dat jullie het toch nog ergens wel oké vonden, deze vlog. Anyways, thanks voor het kijken en ik zie jullie volgende keer.